Hallo reviewvriendjes. Hoe is het daar? Hier is het. Waarom? Weekendje staat voor de deur. Lekker man, zo meer altijd vrolijk. Ik wil trouwens jullie even bedanken voor de donaties op janroos.backme.org. De beschrijving staat hieronder, hè? Voor jullie steun om dit prachtige reviewkanaal te kunnen maken. Hoe leuk is dat? De vraag is natuurlijk de vraag der vragen. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we even kijken. Zo, dat is ach, KFC en nog iets. KFC is natuurlijk Kentucky Fried Chicken. Dat is gebakken kip uit Amerika overgewaaide franchise onderneming. Ga ik er vaak heen? Het antwoord is nee. Terwijl ik echt een kippenliefhebber ben. In ieder geval zeg ik eet liever kip dan ander vlees. Ik zou zo uit Suriname kunnen komen als ik heel eerlijk ben. Maar het trekt me niet. KFC trekt mij niet. Ja, terwijl ik gek op kip ben. Wat is dit trouwens? Ach, wat leuk. Een kippenmuts. Leuk, Achmed. Een kippenmuts. Die had ik nog niet. Enfin, laten we eens kijken wat KFC voor ons in petto heeft. We hebben dit. We hebben dat. We hebben zus. En we hebben zo. Ik zou niet weten wat het is. Dus laten we maar beginnen. Dit is dus een burgertje. Dit is iets anders. En dit zijn andere bakkies. Oh, wat is dit? Freshen up. Om je handjes schoon te maken. Ach kijk, hier zitten twee stukken gebakken kip in. Een pootje in en een borstje. Leuk. Dit is denk ik gewoon een gefrituurd filetje met cornflakes eromheen. Nou, hier hebben we dus gewoon een hamburger met een stuk gebakken kip ertussen. Maar wat is dit? Ach, kijk wat leuk. Een kipwrap. Hartstikke leuk. Nu heb ik jullie al een paar keer verteld dat ik probeer af te vallen. Ik geloof niet dat Achmed daarmee wil helpen. Want dit is een calorie of 529.000. Ik ga eerst beginnen met zeg maar de kip. Zonder bot. Dan kip met bot. Dan de burger. Dan de wrap. Laten we het gewoon maar doen. Het is onsmakelijk. Het is vet. Het is waarschijnlijk niet eens lekker. Iemand moet het doen, jongens. We beginnen met deze. Ik weet niet hoe het heet. Het is kipfilet, denk ik. Met cornflakes. Gefrituurd. En het smaakt naar niks. En de kip is zo droog als Sinterklaas reet. Dat is nou precies wat ik er tegen heb. Tegen dit soort toko's die kip bereiden. Dat ligt natuurlijk al anderhalf uur onder een of andere warmhoudplaat. Dan kan je niet sappig houden. Dus het wordt gewoon ja, verschrikkelijk droog. Overigens het enige wat je proeft van die gefrituurde filetjes met een beetje hard beslag. Is heel ver weg. Zit in het korstje. Een klein pepertje. Heel ver weg. Voor de rest smaakt eigenlijk naar helemaal niks. Die kan je gewoon als spons gebruiken. Want hier zit geen druppel vocht meer in. En dan is kip opeens ook niet meer te bunkeren. Tante Ali daar is nog vochtiger dan dit stukje kip. En dan hoor ik jullie denken. Dan met je kippenmuts op je dikke kop. Waarom vreet je het dan op als het niet zo lekker is? Ik kan slecht tegen voedselverspilling. Dan is het arme kippetje van Jan Doedel dood gegaan. En het erg is natuurlijk dat het kippetje nog eens dood gegaan. Om een stronddroog stukje KFC kip te worden. Maar dan ga ik niet weggooien. Want dan is het allemaal voor niks geweest. Gaan we over naar de volgende. Gewoon gebakken kip. Een kippenpoot. Wat kan er mis mee gaan? Dat zullen we zien. Wat wel opvalt bij de kippenpoot, is dat het kippenvlees wel mals is. In vergelijking met die verschrikkelijke droge dingen. Het kippenvlees is wel mals, maar wat er hier gebeurd is, is dus dat zeg maar, het krokante korstje is niet krokant.
Het is een soort, ja, een soort folietje. De kip aan zich is dan wel mals en vochtig. En dat doe je door de kip eigenlijk heel lang meestal in de karnemelk te leggen. 24 uur van tevoren. Met een beetje kruiden. Nou, dit moet ik eerlijk zeggen. Is een smakelijk stukje kip. Wel mal. Deze kip is dan wel weer echt vet. Hier krijg je opeens wel van die hele glimmende tengels van. Ik ga even wat drinken. Want ondanks dat deze brokken gefrituurde kip even iets, laten we zeggen, smaakvoller, minder droog waren dan deze dingen, staan de scheuren in mijn waffel. Dus ik pak hier even een colaatje bij. Cola Zero. Dat drink ik altijd. Dat is altijd wel grappig. Dikke mensen drinken altijd van die light producten en dunne mensen gewone producten. En dan zeggen dat het allebei werkt. Ik heb nog twee KFC-producten eraan, namelijk de burger en de wrap. Ik zit eigenlijk ook al vol, omdat ik natuurlijk, ik had gewoon een hapje moeten nemen. En door mijn warme band met het klimaat en milieu heb ik me al helemaal vol gezitten kaden met vier stukken kip. En ik moet toch eigenlijk het zware werk doen, namelijk de burger en de wrap. Ik laat even een boertje, die zou ik niet uitzenden, want dat is niet netjes. Pardon. Gaat hier de kip burger van de KFC? Ik heb hier natuurlijk ook al een keer een kipburger van de McDonald's gereviewd. Ze hebben eigenlijk exact hetzelfde. Zo'n wit sausje, een beetje ijsbergsla, een stuk kip en een broodje. Ja, wat kan er misgaan? Toch valt me op dat de binnenkant van die kip, van die burger, is weer droog. Wat het natuurlijk een beetje vals spelen maakt, is dat ze dit broodje helemaal vol hebben gebaggerd met die mayo. Dus je weet niet helemaal of de kip droog is. Je zit zoveel saus te bunkeren. Dat je niet in de gaten hebt dat je eigenlijk ook een stuk droge kip zit te eten. Wat me wel opvalt is dat de kipburger van de McDonald's meer smaak heeft. Dit stuk kip smaakt naar niks. Kijk, Kentucky Fried Chicken, hè, dus de gebakken kip uit Kentucky, daar worden ook allemaal kruiden in gedaan, waaronder dus peper. Deze dingen zijn niet zout, deze dingen zijn ook niet pittig, er zit ook geen peper in. Het smaakt eigenlijk gewoon naar niks. Eigenlijk smaakt het gewoon naar frituurvet. En ik vind het onhandig, dat hoeft voor mij niet. Nou, nog één ding te gaan. Ik ben wel al helemaal stuk, moet ik eerlijk zijn. Ik heb al te veel gegeten. En dat is knap voor iemand die zo langzamerhand obesitas begint aan te tikken. Maar de show must go on. Ik offer mezelf op, en niet alleen maar voor het klimaat en milieu, ook voor jullie. Voor mijn reviewvrienden. Overigens begin ik onder de kippenmuts verschrikkelijk te zweten. Want dit komt zo weer uit een van de chemische Chinese fabriek gerold. Ik denk als ik dit nog langer dan een half uur ophoud, dat ik echt geen haar meer op mijn hoofd heb. God, zou me kraken. De kip wrap. Dit is een soort pannenkoek. Dat kennen we allemaal wel. De wrap komt uit Mexico. En dan dachten ze van laten we die ook maar gaan maken. Ik voel al de harde brokken kip erin zitten. Het zal dezelfde droge meuk zijn als van de burger. En die hierin zitten. Ik ga hem even openbreken, want ik begin mij zo langzamerhand een beetje op te vallen dat alles hetzelfde is. Kijk, sla, een mayonaise saus, hier dan nog een tomaatje bij en dezelfde brokken kip. Hier is dus niets anders aan dan de burger. Waar het niet dat de wrap verschrikkelijk droog is. Dus als we de wrap even afpellen, komen we tegen dezelfde dingen als daarin. Droge Sinterklaasse reet. Dezelfde saus als op de burger. En een beetje sla en tomaat. Wat opvallend is aan de wrap, is dat die smakelozer is dan wat dan ook. En dat heeft waarschijnlijk mee te maken is dat die tortilla, die pannenkoek, echt van een treurigheid is. Ja, die tortilla die smaakt helemaal niks. Maar nu is volkomen uitgedroogd. Verschrikkelijke droge kip.
Omwikkeld met een verschrikkelijke droge pannenkoek. En dan moeten twee plakjes tomaat en wat van het ijsbergsalade moet de boel een beetje opleuken. Lukt niet. Nou, weet je wat? Die maat in het milieu kan maar gestolen worden. Ik eet dit niet meer verderop. Dan maar gewoon voedselverspilling. Ik bedoel, al het vocht uit mijn lichaam wordt uit me getrokken om richting mijn mond te gaan om een beetje die bunkerdroge blokken kip te compenseren. Non de snokken. In de afgelopen 10 jaar de eerste keer KFC. En het is ook direct de laatste keer. Ik vind het ongelooflijk dat je zo weinig van kip kan maken. Kip is een prachtig veelzijdig stukje vlees. Kip! Tijd voor de cijfertjes. En die cijfertjes die Sergeant, in ieder geval die kerel met dat grijze haar en die sik, die zal waarschijnlijk in huilen uitbarsten, want ik vind KFC bagger. Deze dingen, die tenders denk ik dat ze heten, die zitten dus hierin. Die zitten ook in die verschrikkelijke droge stinkwrap. En zijn iets grotere broer zit dus in die hamburger. Alleen het punt is, het is verschrikkelijk droog en smakeloos. Gooi er dan in ieder geval een beetje kruiden in, dat het nog iets doet met je. Deze krijgen mij 2. Niet te bunkeren. Niet veel hoger gaat de rap scoren, omdat de rap dezelfde troep is. Alleen dan in een bunkerdroge tortilla pannenkoek. Het enige wat hier nog leuk is dat er een beetje saus, een heel klein beetje tomaat en een lichte sla bij zit. En dat maakt het net even beter dan die, maar dit is ook een 3. Niet te geloven joh, dit is echt verschrikkelijk. De kipburger van de KFC, dat zou eigenlijk een pronkstukje moeten zijn. En dat verliezen ze zelf van de McDonald's. Ook omdat deze kip niet smaakvol is, droog is. Maar goed, laten we zeggen, er zit een broodje om met mayonaise, dressing en ijsbergsla. Als je er een rol tussen doet, is het ook lekker. Deze die krijgt van mij een 5. En dat is nog niet best hoor, als dit het is wat je kan leveren. Ja, het enige wat dus een voldoende van mij krijgt van de KFC, is dus de gewoon gebakken kip zonder geouwe neel, met bot erin. Omdat daar de kip mals van is. Is het heel erg lekker dan? Nee, het is niet heel erg lekker. Het is ook wel bunkervet. Ik vind het kostje ook niet al te best. Maar er zit wel wat meer smaak in dan daarin. En de kip is in ieder geval niet droog. En dat is heel knap blijkbaar bij KFC. Dus deze die krijgen van mij een 6. Ga ik ooit een bucket halen met die dingen? Nee. Tja, jongens en meisjes, dames en heren. Wat hebben we geleerd van deze review? Dat ome Jan binnenkort weer niet afvalt. Dat KFC eigenlijk beneden maat schoor en droog is. En dat ik een kippenmuts op heb die steeds meer begint te jeuken. Nou, als dat het is, dan weet ik eigenlijk niet of we dit ooit hadden moeten doen. Maar goed, we zijn er nu toch, hè? Bedankt voor het kijken. Pakak! Pakak!